Nu, ja, 10 uur. Dat betekent dat we zijn begonnen. En we hebben een half uur, dus we moeten efficiënt zijn. Welkom allemaal. Ik ben Remco Pijper van Kennisnet, uw host vandaag. We gaan het hebben over adaptieve software, de intelligentie van adaptieve software. We hebben 3 gasten in totaal: Inge Molenaar van de Radboud Universiteit en Jos Berends en Jamila Tasselaar van Blokhuis Basisschool. En we beginnen met een inleiding van Inge Molenaar, een specialist in AI en adaptieve leersystemen. Zij houdt een verhaal over de stand van zaken met betrekking tot AI in adaptieve software en schetst een aantal perspectieven waarbij we met elkaar op zoek gaan naar welke intelligentie nodig is bij het systeem zelf en AI, hoe dat daar dan aan kan bijdragen en welke intelligentie we van de scholen zelf nodig hebben, welke wijsheid nodig is om daar goed mee om te kunnen gaan. Dus ik ga nu op zoek naar Inge, die verdwenen is, zo te zien. Inge Molenaar. Die ga ik nu spreker maken. Wat was er net? Ik ben er nog steeds. Kun je mij horen, Remco? Ja, ik kan je horen. Ik heb je net geïntroduceerd. Je was tot audience gedegradeerd. Ja, mijn oortje valt. Maar ik heb dat hebben we weer wat aan gedaan. Je bent gewoon nu weer spreker, hoofdspreker zelfs. Dus ik nodig je uit je verhaal te vertellen. Je hebt een presentatie bij. Ben je er inmiddels achter hoe je presentatie deelt? Nee, nog niet. Nee, Maar links. ik zie hem wel en dat gaat lukken nu. Dus ik ga hem hier even groot maken en dan denk ik dat dit goed gaat komen. Kunnen jullie de presentatie goed zien zo? Nee, ik zie jou alleen. Je moet Oh, dat is links op de 3 puntjes klikken. zo. Ja, daar komt dat aan, inderdaad. We zien onderin het scherm. Je kunt het misschien groter maken. Even zien hoor, want ik zie nog helemaal niks. Ik moet even anders doen. Voor de mensen die kijken, rechts onderin zie je tegels met verschillende opties om de presentatie Ah. die we nu wel degelijk zien iets groter in beeld te krijgen. Dus Inge, ik ga mezelf muten, zodat je geen last van me hebt en je verhaal kunt gaan Jij vertellen. kunt de presentatie nu gewoon in presentatiemodus zien, Remco? Ja, niet in presentatiemodus. We zien gewoon Nee, links gewoon in de over. goede modus. Ja. Oké, okay, nou dan gaan we het gewoon zo doen. Dankjewel in ieder geval voor de uitnodiging. En we gaan het hebben over de intelligentie van adaptieve software. En vooral vanuit het perspectief waar willen we graag naartoe ontwikkelen. We zijn in Nederland op dit moment bezig vanuit de Nederlandse AI-coalitie om op verschillende toepassingsgebieden te gaan nadenken over de toepassing van artificiële intelligentie. En we willen jullie met deze presentatie en deze discussie ook graag uitnodigen om daarover mee te gaan denken. En aan het eind van de presentatie ga ik ook informatie geven over hoe je verder mee kan denken in de werkgroepen waar we mee bezig zijn. Nou, als we nadenken over digitale leermiddelen, hebben we daar natuurlijk de afgelopen maanden heel veel profijt van gehad. Ze hebben ons in staat gesteld om op een andere manier thuisonderwijs te geven. En dat biedt heel veel voordelen. Het is heel belangrijk om daarbij te bedenken dat er een verschil is tussen digitale leermiddelen en adaptieve leermiddelen. Een digitaal leermiddel is eigenlijk de weergave van een boek gedigitaliseerd. En een adaptief leermiddel heeft een zekere mate van intelligentie. Dus die kan bepaalde taken van de leerkracht overnemen. En zeker in deze tijden is het heel fijn als de adaptieve leermiddelen een beetje helpen bij het geven van thuisonderwijs. Nou, als we nou nadenken over hoe zo'n adaptief leermiddel een beetje intelligent is, dan ziet dat er ongeveer zo uit. En dit is een hele globale weergave. Wat we vaak zien is dat die leermiddelen die detecteren bepaalde informatie uit de leeromgeving van de leerling. Vervolgens wordt die informatie gediagnosticeerd. Dus op grond van die informatie, van die data, doen ze uitspraak over meestal het kennisniveau van de leerling. En op grond daarvan kunnen we vervolgens gaan acteren. En er zijn 2 niveaus waarop dat gebeurt in adaptieve leermiddelen op dit moment. Enerzijds wordt de informatie overgedragen aan de leerkracht in de vorm van dashboards.
En anderzijds kan het systeem ook in toenemende mate zelf bepaalde activiteiten gaan uitvoeren. En Inge, daar zit die. Ja. Inge, je moet even stoppen. We horen jouw verhaal wel, maar we zien alleen de eerste slide in niet-presentatiemodus. Dus je moet denk ik even op presenteer klikken en op scherm delen. Anders blijft het beeld dat wij hebben van jouw presentatie beperkt tot de allereerste slide. Oh, dat is met heel jouw bijzonder. Naam. Ja, dat is ook leuk, maar dus links, even kijken, hoor. De puntjes. Ja, de puntjes heb ik gevonden. Dan heb ik scherm delen en dan heb ik daar aan de zijkant de modus, maar dat. Even zien hoor, want ik ga nu toch gewoon terug naar mijn scherm. Dat zie je nu wel? Ja, gaat goed. Helemaal top. Nou, dan hadden we dus het verschil tussen digitaal en adaptief. En vervolgens die niveaus waar ik het net over had, nu met plaatjes, als het goed is, Remco. Ja. Ja. Detecteren dus met die data, diagnostiseren om te kijken wat het kennisniveau van de leerling is en dan het handelen ofwel in de vorm van een dashboard, ofwel in een vorm waarin het systeem zelf een kleine taak uitvoert die anders vaak door de leerkracht uitgevoerd zou worden. En hier zit eigenlijk die intelligentie van dat adaptieve systeem. Nou, als we dan nadenken over welk soort taken die adaptieve systemen kunnen overnemen, zijn er eigenlijk drie vormen van adaptiviteit die we op dit moment veel zien voorkomen. De eerste vorm is stapadaptiviteit en daarbij krijgen leerlingen ondersteuning binnen de opdracht die ze aan het maken zijn. En hier moet je eigenlijk denken aan uitgebreide feedback op fouten die gemaakt worden, waarbij het systeem de leerling helpt om verder te komen met het probleem waar ze aan het werk zijn. Dan hebben we taakfeedback. Dat is de vorm die de meeste van jullie kennen. Als je gebruik maakt van Snapit, Kinsey, Taalzee, Rekentuin, is dit de vorm van adaptiviteit die daarbij voorkomt. En wat hier gebeurt is dat het goede antwoord of het antwoord wordt gedetecteerd. Er wordt gekeken of het goed of fout is. Op grond daarvan wordt het kennisniveau van de leerling bepaald en wordt de best passende volgende opdracht gegeven aan de leerling. En dan is er ook nog een hoger niveau van adaptiviteit en dat heet curriculumadaptiviteit. En daarbij kijken we naar hoe de leerling het doet op een bepaald leerdoel en bepalen we wat het best volgende leerdoel zou kunnen zijn voor deze leerling. En dan heb je dus te maken met echt gepersonaliseerde leerwegen. Dit kan zowel naar voren als naar achteren. Dus je kunt ook kijken of leerlingen bepaalde hiaten hebben die ingevuld moeten worden. Nou, als we nou nadenken over deze adaptiviteit, is het interessant om na te denken van nou, waar gaan we naartoe ontwikkelen? Op welke manier willen wij dat die artificiële intelligentie een rol gaat spelen in het onderwijs? En in de auto-industrie hebben ze daar een heel mooi model voor gemaakt, waarbij ze zijn gaan nadenken over de mate van automatisering in een zelfrijdende auto. En hier zie je dat model, waarbij er in toenemende mate meer stapjes worden toegevoegd aan de taken van de auto zelf, waardoor die uiteindelijk zelf gaat rijden. En de consequentie daarvan is dat je als mens steeds minder taken zelf hoeft uit te voeren. Dus in eerste instantie rij je volledig zelf, dan krijg je additionele informatie van de auto. Vervolgens kan die bijvoorbeeld de snelheid vasthouden, tussen de lijnen gaan rijden. En dan kom je op een situatie waarin die auto in staat is zelfstandig te gaan rijden. Nou, daar zijn we nog niet voor de zelfrijdende auto. En hetzelfde geldt voor onderwijs. We zijn nog lang niet bij een zelfsturend systeem. En een veel belangrijkere vraag is, willen we daar eigenlijk wel naartoe? Dus ik heb dit model vertaald in opdracht van de OECD naar de onderwijssector. En ik wil daar heel kort met jullie doorheen lopen om je even een beetje gevoel te geven van waar we staan en waar we naartoe zouden kunnen. Nou, in eerste instantie controleert de leerkracht alles zelf. Dat is zelfs nu al bijna niet meer het geval. Vervolgens kom je in leerkrachtondersteuning. Dat zijn die digitale leermiddelen waarbij je dashboards krijgt en informatie krijgt waarmee je vervolgens je handelen kunt verbeteren. En dat zijn bijvoorbeeld dit soort dashboards waar we allemaal mee bekend zijn. Of zoals we aan de andere kant zien, dashboards waarin echt augmented reality geprojecteerd wordt op de realiteit, zodat je zowel de leerling als de dashboardinformatie tegelijk kan zien. Vervolgens gaan we naar gedeeltelijke automatisering. En daarbij neemt de technologie specifieke taken over. En dan kun je bijvoorbeeld denken aan de situatie waar we nu in zitten met heel veel adaptieve leermiddelen, waar die taakadaptiviteit toegevoegd is en waarbij het leermiddel helpt om de best passende volgende taak te selecteren.
De volgende stap is dat er meer vormen van die verschillen van adaptiviteit gecombineerd worden in het leermiddel. En je dus nog meer taken over kan dragen aan een leermiddel. En een voorbeeld daarvan, van die geconditioneerde automatisering, is bijvoorbeeld een combinatie van stapadaptiviteit en curriculumadaptiviteit, wat we in heel veel buitenlandse systemen zien. Waarbij leerlingen zowel feedback krijgen op de kleine stapjes, dus uitgebreide feedback krijgen van het systeem, en het systeem ook een soort van leerroute uitstippelt voor leerlingen die het best past bij het profiel van de leerling. Nou, dan kun je daarna nog weer een stapje verder gaan, waarbij het systeem nog meer taken gaat overnemen. De vraag is of we dat wenselijk vinden. En dat vind ik een interessante vraag, dus als jullie daar in de chat op zouden willen reageren. Je kunt dan bijvoorbeeld denken aan systemen zoals deze presentatietrainer, waarbij de houding, pitch, dus de manier waarop je praat, gedetecteerd wordt. En het systeem automatisch feedback geeft aan de presentator hoe je beter kunt presenteren. Dit is dus vooral op de microfeedback, dus vooral op die stap en op die taakfeedback. En het blijft dan natuurlijk aan de menselijke leerkracht om de inhoud van de presentatie te beoordelen en de manier waarop de boodschap overgebracht wordt. En uiteindelijk zouden er systemen kunnen komen die volledig in staat zijn om leren te ondersteunen. Dat zijn systemen waarbij die volledig autonoom werken. Er zijn niet zo heel veel voorbeelden van. Ik vind dat er eigenlijk een paar goede voorbeelden zijn in het taalonderwijs. Waar je bijvoorbeeld dit voorbeeld ziet. Dit is een leeromgeving waarin je geanimeerde leeromgeving Engels en andere talen kunt leren. Deze mevrouw praat tegen jou, die verstaat jou ook. Die gebruikt natural language processing om je gesprek met jou vorm te geven. Vervolgens kijkt ze naar hoe jij reageert, geeft ze je persoonlijk feedback en ze past de verschillende opdrachten aan jouw niveau. En op die manier wordt er een volledig curriculum samengesteld. De vraag is of we dit soort toepassingen ook in de formele context willen gaan gebruiken. Wat we in ieder geval zien als we naar dit model kijken, is dat er in toenemende mate, als er meer artificiële intelligentie in een systeem komt, er ook meer taken veranderen bij de leerkrachten. En daarom is het belangrijk om vanuit de gedachte vanuit hybride intelligentie te gaan nadenken over hoe we systemen kunnen ontwikkelen waarbij de artificiële intelligentie taken overneemt die leerkrachten ook graag willen uitbesteden. En waarbij leerkrachten die taken blijven doen die zij heel belangrijk vinden. En hoe we dus met elkaar een optimaal systeem kunnen gaan ontwikkelen waarbij leerkrachten ondersteund worden, leerlingen op hun niveau ondersteund worden en tegelijkertijd ruimte is om die rol van die mensen op een goede manier vorm te geven. Nou, als je dit nou een interessante discussie vindt en graag wil meedenken over hoe we dat soort hybride systemen kunnen vormgeven en wat de gewenste niveaus zouden zijn van verschillende vormen van adaptiviteit, dan kun je je aanmelden voor de werkgroep AI in onderwijs. En dat kan bij Jasper Engelsbergs of bij mij. En verder zijn hieronder, want dit was natuurlijk heel snel, een aantal links die we ook in de chat zullen delen. Een podcast waarin ik dit model wat uitgebreider uitleg, die ik samen met Surf heb opgenomen. Het manifest over AI in onderwijs van de werkgroep. En een toelichting op het model met wat meer voorbeelden en uitleg. En dan zou ik nou graag terug willen naar het thema van deze sessie. Waarbij we doorgaan praten over de mogelijkheden van intelligentie en adaptieve software om gelijke kansen te ondersteunen. Remco, ik ga jou het woord teruggeven. Ja, goed. Dankjewel, Inge. Je had net een interessante vraag. Kun je die nog één keer in de chat zetten, dat mensen daar misschien op kunnen reageren? Want zoals gezegd, we hebben een sessie die een half uur duurt. Die ietsjes later begonnen is door gestuntel vooral van mij. En we hebben ook nog een video van het Blokhuis, die willen we ook nog laten zien. Waarbij we soms ook zometeen ook nog de hoofdrolspelers van die video in beeld krijgen en mee in gesprek kunnen. Maar ik wil jou even één vraag stellen voordat we de video laten zien. Het intelligenter maken van dit systeem. Ik denk dat de algemene opinie wel is dat we niet willen dat het systeem de leraar gaat vervangen. Niet die interactie tussen leraar en leerling onderbreekt. Wat kan menselijke intelligentie toevoegen aan het adaptieve systeem? En dan moet ik eigenlijk denken aan gesprekken die jij onlangs hebt gevoerd
met een school, klasse, Stichting Klasse, als ik me goed herinner. Dat bracht inzichten op die toch ook weer verrijkend kunnen zijn voor het systeem. Kun je daar kort iets over zeggen voordat we de video laten zien? Ja, absoluut. Ja, het is nu natuurlijk zo dat systemen hebben maar een heel beperkte blik. Ze kunnen maar een heel klein beetje zien van wat er gebeurt bij die leerling door de data die binnenkomt. En die leerkracht heeft natuurlijk een veel bredere blik. En veel meer ook al kennis over de leerlingen. En als je die twee dingen met elkaar gaat combineren, krijg je natuurlijk een veel slimmer systeem dan dat je die hele beperkte informatie gebruikt. Dus het is super interessant om inderdaad te gaan kijken hoe we die kennis van die leerkracht en die kennis van het systeem op zo'n manier kunnen samenbrengen dat dat ook goed bij elkaar gebruikt wordt. En daarvoor kun je bijvoorbeeld denken aan de kennis die leerkrachten hebben over individuele leerlingen en de situatie waar ze in zitten. En dat ze dat meegeven aan zo'n adaptief systeem, zodat het systeem ook op een bepaalde dag net even iets anders kan reageren als een leerling een slechte dag heeft of een bepaald probleem. Wat ik hoorde was dat de school in kwestie doorkreeg dat Snapit, hoe goed het product ook is, toch ook leidde tot individueel leren. Dat hele sociale aspect een beetje buiten beschouwing bleef. En dat het misschien de moeite waard is om dat systeem niet het sociale te vervangen, maar op zijn minst niet negatief te beïnvloeden. Is dat dan ook in het systeem te verwerken? Dat je ontwerpers bijvoorbeeld dwingt niet te veel op dat individuele af te stevenen? Ja, zeker. Als je kijkt naar die derde vorm die ik net liet zien, dat is inderdaad een individueel systeem. Met die curriculumadaptiviteit neig je naar individuele leerwegen. Dan kun je optimaliseren op leerlingsniveau, maar je kunt er ook voor kiezen om te optimaliseren op groepen of op een klas. En dat is wat je nu in de Europese systeem wat meer ziet ontwikkelen. Omdat je daarmee de klas als groep bij elkaar houdt. Dus de kracht van het sociale leren vasthoudt. En tegelijkertijd aanpast op het niveau van de ontwikkeling van die 30 leerlingen. En niet op het niveau van de ontwikkeling van alle leerlingen of de gemiddelde leerling in Nederland. En op die manier kun je dus toch adaptiviteit ook op curriculumniveau inregelen. Maar wel heel specifiek voor jouw groep leerlingen. En dat betekent ook tegelijkertijd dat je niet naar 30 individuele leerwegen komt in je klas. Waardoor je inderdaad eigenlijk heel veel moeite hebt om die groep bij elkaar te houden. Dus die opties die zijn er wel degelijk. Alleen er zijn natuurlijk heel veel designkeuzes die daarin gemaakt worden op het moment dat je zo'n systeem gaat ontwikkelen. En als we dat in Nederland belangrijk vinden, en ik denk dat we dat belangrijk vinden, is het heel belangrijk dat we die dialoog met elkaar voeren. Met leerkrachten. Dat ze ook heel duidelijk aangeven, wij willen heel graag dat er geoptimaliseerd wordt op 1 of misschien 2 of 3 groepen in de klas in plaats van op elke individuele leerling. Want dan is het voor ons veel werkbaarder. Goed, dankjewel Inge. We gaan nu de video van het Blokhuis laten zien waarin zij hun verhaal vertellen. Hun ervaring met adaptieve leersoftware. Goedendag, ik ben Jos Berends, directeur van het Blokhuis. En ben hier omdat we werken met adaptieve software. Wij werken met Snapit. En we hopen met jullie in gesprek te gaan over hoe Snapit en adaptieve software ingezet wordt bij ons op Blokhuis. Ik ben Jamila van Dasselaar. Ik ben leerkracht van groep 7 op het Blokhuis in Hoevelaken. En we gaan voornamelijk in gesprek over hoe wij een adaptief leermiddel hier op school inzetten. Werken met Snapit levert voor ons als leerkrachten sowieso op dat we een hoop dingen niet meer zelf hoeven te doen. Het wordt voor ons nagekeken, dictées kunnen voorgelezen worden. En een ander groot voordeel vind ik ook dat je eigenlijk in één oogopslag kan zien welke leerlingen iets beheersen en welke niet. En dat ook per doel. En je kunt gelijk inspelen op kinderen die iets niet begrepen hebben. Je hoeft niet eerst een heel blad na te kijken voordat je dat eigenlijk ziet. Dus je kunt tijdens de les al inspelen op iets wat je ziet gebeuren. We hebben het 3 jaar geleden ook ingezet als werkdrukvermindering, hè, vanuit werkdrukmiddelen. Juist omdat je zegt van al het nakijkwerk, zijn we zo meteen van af. En we kunnen ons richten op dat wat de leerling nodig heeft. Het mooie daarvan is inderdaad dat je nu al zegt van we zijn zoveel verder. En we kunnen het nu monitoren, we kunnen kinderen daar individueel op begeleiden. En ik denk dat dat een stap is die door de jaren heen gezet is. Eerst hebben we gevolgd. Maar door er intensief mee te werken, zien we dat de rol van de leerkracht ook aan het veranderen is. En dat jullie ook een andere deskundigheid hebben nu, om kinderen daar goed in te begeleiden. Nou, je merkt inderdaad wel dat het niet alleen meer het lesgeven is, want Snapit doet veel voor je. En het is nu vooral het begeleiden van kinderen en kijken hoe zet je het middel eigenlijk in, zodat het voor
voor beide kanten productief is. En beide kanten, daar bedoel je mee van... Nou, zowel voor de leerlingen dat zij er goed mee kunnen werken, als voor ons dat wij weten wat we doen en dat het ook effectief is wat we doen. Ja, en ik denk dat de effectiviteit vooral erin zit. Dat de lesstof zich aanpast, hè, aan het tempo van de leerling. Ja, dus dat leerlingen ook meer uitgedaagd kunnen worden of wat meer ondersteuning kunnen krijgen als dat nodig is. Nou, het is veel meer op eigen niveau, ja, en precies. Als leerkracht hoef je daar niet meer moeite voor te doen. Dus ja, dat vind ik wel heel mooi. Ja, ik denk dat jij zegt van je hoeft daar als leerkracht niet zoveel moeite mee te doen, omdat jullie er al veel ervaring mee hebben. Ja, misschien. Ik vind het juist een van de aandachtspunten, hè, dat we dat goed in de gaten houden. Dat we er wel moeite voor doen om te zien hoe dat proces verloopt. Ja. En hoe kunnen we daarin begeleiden. Het is minder moeite om te doen. Dat is het proces. Ja. Ja. Nou, je hoeft inderdaad niet te kijken van oh, deze kind of deze leerling. Het is minder moeite omdat je niet je lesstof hoeft te ontwikkelen. Nou, dat doet het programma. Precies. Ja. Nee, ja. Nou, je hoeft inderdaad niet te kijken van oh, deze kind of deze leerling is heel sterk op rekenen, dus die heeft extra uitdaging nodig. Dat doet Snap het automatisch voor je. Ja. Dus in die zin is daar een taak voor je als leerkracht weggenomen. Maar ja, je moet natuurlijk wel blijven kijken of het op de juiste manier gebeurt. Ja, nee hoor. Gaat goed. Ik denk gelijk aan te gaan. Ja, zeker. Als je vraagt van welke intelligentie moet product leveren, dan hoop ik vooral dat leerkrachten de intelligentie leveren. Om goed met, met de lesstof en de software en om te gaan. Nou, het is vooral onze taak om kritisch te blijven kijken van wat hebben wij nodig. Want zij ontwikkelen en wij moeten er uiteindelijk gebruik van maken. Ja. En ik denk dat wij dan degene zijn die het snelst tegen dingen aanlopen. En wanneer wij dat aan hun kunnen meegeven, zeg maar, waar we tegen aanlopen, dan kunnen zij daar ook op inspelen. En aan hun bedoel je aan het team aan van Snap it. Hè? Ja. Dat we samen ontwikkelen en dat we samen ook kijken van hoe is het zo optimaal als mogelijk te benutten. Ja, wij moeten eigenlijk gewoon wanneer wij in een les iets zien van hey, dit klopt niet, rapporteren. En dan kunnen zij ook gelijk aanpassen in Snap it waar wij tegenaan lopen. Ja. En zonder onze hulp gaat dat niet lukken, denk ik. Nee. Nou, en je zegt van dit klopt niet, hè? Ik denk dat we ook ervaren hebben. Dat wij soms dingen niet kloppend aanbieden, omdat we gewoon deskundigheid even niet hebben. Dus het is ook heel erg belangrijk dat je zelf gewoon heel erg investeert in het werken met die digitale leeromgeving. Ja, dat, maar ook dat kinderen weten hoe het systeem werkt waar zij eigenlijk mee werken. Want ze kunnen plusjes krijgen voor iets, maar wat betekent dat eigenlijk? Ja. En pas als ze dat weten, kunnen zij goed omgaan met de software. Ja, ja, mee eens. Wat we niet besproken hebben, maar wat ik wel steeds heel erg van belang vind, het komt voor een gedeelte aan de orde, is die kennisdeling die er is met elkaar. Hè? Ja. Wat we ook zeggen van intern, jij werkt niet alleen als in groep 7 ermee. Nee. Maar jullie hebben ook de ICT-groep, de Snap-it-groep, de mediacoaches. Dus het is een constant investeren. In die digitale leeromgeving. Ja, het is verdiepen en eigenlijk ook je kennis delen met elkaar. Ja, en dat moet eigenlijk, zou het heel fijn vinden als dat ook nog wat breder gaat. Mm-hmm. Hè? Dus dat we landelijk met elkaar nog wat meer in contact zijn, dat er wat meer ontwikkeld wordt. Ja, maar dat is eigenlijk zoals die workshop die we hadden van Bloem, heette dat dan? Ja, ja, ja. Dan kijk je dus eigenlijk van hoe ziet de toekomst met AI eruit. Ja. En door daarover na te denken, denk je eigenlijk van wow, maar we zijn al best wel ver met waar we mee bezig zijn. Blijf kritisch kijken dat het wel blijft zoals wij dat als leerkracht voor ogen hebben. Ik vind als je vraagt van wat is een hele mooie kans met elkaar, hè, in de ontwikkeling van digitaal lesmateriaal en digitale leeromgeving. Ik denk dat we dan ontzettend blij mogen zijn met Sifon, hè, hoe dat gaat als coöperatie. Hoe we ondersteuning krijgen van Kennisnet, hoe we in gesprek zijn met de ethiek adviesraad. Nou, het zijn wel waardevolle gesprekken. En het is niet per se dat je altijd een antwoord krijgt op je vraag. Je krijgt eigenlijk meer vragen dan antwoorden. Maar daardoor zet het je wel aan het denken en kom je uiteindelijk ook verder door erover na te denken. Ja. En jullie blijven als leerkrachten daarmee ook eigenaar van dat wat er aan lesstof aangeboden wordt. Ja. Goed, ik ga Jamila erbij halen en Jos ook in de luttele minuten die ons resten.
Ik zou... Jos willen vragen. Ik probeer ze dichtbij te krijgen. Er worden heel veel vragen in de chat gesteld. Heel veel goede opmerkingen ook. Heel waardevol. En zoals Inge in de chat al opmerkte, dat we na dit half uur natuurlijk nog lang niet klaar zijn. Er is nog heel veel werk te verrichten. Intussen vraag ik ook mijn mede-moderators om Jos en Jamila even in beeld te krijgen. Want ik druk op video aan en dat lukt niet. Ik wil ook Inge er even bij halen. Want ik ben ook heel erg benieuwd. Inge, kun je mij horen? Nou, ze komen niet in beeld. Want ik had het Blokhuis vooral willen vragen wat nou precies de wijsheid van de leraar is, de intelligentie van de leraar die nodig is om überhaupt goed met adaptieve software te kunnen werken. Jos en Jamila vertelden dat ze, zoals in de video ook al lieten zien en lieten weten dat ze goede ervaringen met Snapit hebben, maar dat er gaandeweg ook steeds weer dingen bovendrijven waar ze zich lastig toe verhouden. En de vraag is dan, is dat een opgave voor de leraren? En moeten ze op cursus om beter met systemen te kunnen werken? Moet het systeem worden aangepast of kunnen we ergens het midden in vinden? En een mooie les die het Blokhuis opdeed was dat de leraren aldoende merkten dat ze de actieve werkvormen weer meer naar zich toe wilden halen. Omdat het systeem dat ook goed deed, maar minder naar de zin van de leraren. Dus daar zat de wijsheid van de leraren, de inzicht dat soms leraren juist niet het systeem willen inzetten, maar veel liever zelf in charge willen blijven. Sowieso is dat altijd wel de wens, maar het systeem biedt soms zulke mooie dingen aan dat je dat wel eens wil vergeten. Goed, de tijd is om. We hebben nog 10 seconden. Dank voor alle aandacht, iedereen. Het was soms wat technisch gestuntel, volledig voor mijn rekening. Niet de sprekers, medesprekers te verwijten. Daar hebben we Jos in beeld. Jos, horen we jou? Kun jij... We horen jou niet. Nu wel. Ja, kun jij misschien tot slot vertellen wat is de wijsheid van jouw team die nodig is om goed met adaptieve software om te kunnen gaan? Dat ze constant met elkaar in gesprek blijven over wat er gebeurt met de adaptieve software en het lesgeven. Hoe ze de resultaten kunnen interpreteren. Hoe het gedrag van de leerlingen bekeken wordt. En wat ik in de chat ook zie, is van de personalisatie en socialisatie komt ook steeds aan bod, hè, en in de vragen. En ik denk dat die balans tussen kennis verwerven, socialisatie en personalisatie steeds in balans moet zijn. En dat de leerkrachten dat met elkaar ook bekijken en die kennis ook delen. En daar met elkaar over in gesprek zijn. Ben je het daarmee eens, Jamila? Ja, zeker. Sorry, ik heb de helft van gehoord. Maar van wat ik gehoord heb wel. Ja, goed. Nou, dank iedereen. Veel plezier bij de volgende sessies. En zoals mijn collega zegt in de chat, er staan mooie inzichten en vragen in de chat. En tijd was krap voor het lange gesprek. Maar we zijn daar zeker van plan mee door te gaan. Hebben jullie nog vragen, opmerkingen? Stuur mij een mail, r.pijpers@kennis.nl. En dan hopen we een manier te vinden om dit gesprek voor te zetten. In welke context dan ook. Dank iedereen voor jullie aandacht. Dank ook voor jullie geduld. En graag voor een volgende keer. Dank ook Jos en Jamila en Inge. Ja. En bedankt voor de mogelijkheid. Dank je.